Het is inmiddels weer december, eindelijk. En zoals jullie van ons gewend zijn, in december gaan we altijd weer een trip maken. Omdat we iedere dag uploaden natuurlijk in december. Dit keer zijn we met Idier Blaster Jacks. Desley is in de building. Ga jij naar achter zitten? Ja. Jordi kon er helaas niet bij zijn, jongens. Maar we gaan dus onderweg naar Tsjechië. Daar waar we al zijn geweest, een paar jaar geleden. Maar ook naar een markt die nieuw is. Dus dat gaan jullie allemaal zien. Super veel vuurwerk kopen. Toch, gasten? Zeker weten. Ik ga heel veel inslaan, man. En heel veel stoken. Maar dat zien jullie straks als we op tijd aankomen op de markt. Want die is hier om pissen in mijn vaak. Die Aziaten die sluiten heel snel. Ik weet niet waarom, maar kijk, we zijn nu even aan het stoppen hier zo langs de snelweg. Voor de mensen die weten waar het is. En zoals jullie kunnen zien, jongens, goede sfeer. Het lijkt wel alsof het sneeuwt. Maar dat doet het niet, want het is 7 graden. Maar jongens, wat een sfeertje. Als dit dadelijk in Tsjechië is, dan heb je echt het gevoel dat het kerstvakantie is. Maar dat is pas over 3 weken natuurlijk. Desley achterin. Maar ja, jullie gaan dadelijk zien of we op tijd aankomen. In ieder geval moeten we nog 3 minuten. Maar dat is niet voor Tsjechië, maar voor de tankstation. Dus, we zijn weer even gaan stoppen. Ze hebben hier dus van die huisjes die je daarachter ziet. En daar kan je dus pissen. Hoe raar is dat? Het zijn allemaal van die hele gore huisjes. Dus ik ga toch echt liever voor de bosjes, man. Trouwens, we zien heel vaak terug, jongens, dat er heel veel van jullie nog niet geabonneerd zijn. Steun ons. Abonneer even hier beneden en druk op het belletje. Want er komen dus in december, iedere dag komt er dus een video online. Om 4 uur. Dat gaat nog steeds gewoon door. En ja man, voor je het weet is het oud en nieuw. In Tsjechië heb je dus van die markten waar heel veel Vietnamese werken. En de vorige keer dat we daar, daar was ik ook een keer met Ruben geweest natuurlijk. En dan ging er dus een schilderijtje ging er dus open. En dan kwamen er allemaal shells uit en weet ik veel wat. Dus of je dat nu nog steeds gaat hebben, dat is nog maar de vraag. En dat gaan we straks zien. We gaan ook nog naar de nieuwe markten. Dat is dus een markt die je heel veel terug ziet komen bij Duitse YouTubers. En ik dacht van, het is zeker leuk om een keer naar een nieuwe locatie te gaan. We gaan weer onderweg en dit was de laatste stop, jongens. Besef jullie, moet je nog even een laatste druppel... 6 uur nog, hè? Ja, 6 uur nog. Laatste druppeltje kan je er nu nog uitgooien, hè? Ja, fuck die druppel. Kijk dit. Je rijdt maar wat harder. 5 uur en 44 minuten, holy shit. Hey, kijken. Van oud en nieuw. Er voor ons hebben we een heel mooi uitzicht. Mooie stoeplocaties al weten. Het is zover. Over 2 minuten komen we aan bij de markt. Eindelijk. En als het goed is gaan we het redden. Want het is op dit moment 5:10. 5 uur sluit de markt. Echt, hoe krijgen we het voor elkaar? En ik zie de markt al. Oh ja, man. Als het goed is, kennen jullie deze locatie nog van de tijd met Ruben en een keer met Jordi ook, als het goed is. Maar hier begint gelijk die markt. En het grappige is dat je hier ook de grens ziet. Zie je dat bord daar zo? Kijk dat bord. En dan gelijk de markt. Is die ziek? Ja, hier zo. Hoe ziek is dit, joh? Ja, is echt leuk, man. Hier zo, kijk, Portukje. En als het goed is, hier gelijk parkeren. Want dan lopen we gewoon even die markt op. En dan gaan we naar de markt. Dus jongens, dit is dus Tsjechië. Je ziet het bord. De eerste keer dat Des in Tsjechië vindt. Wat vind je ervan? Blauw, mooi bord, hè? Ja, is heel mooi blauw. En nu gaan we even naar de markt lopen. Want hier loop je er overheen. Auto even dichtjoepen. Let's go. Niemand snapt er wat van, maar we met de camera op. We zijn op de markt, jongens. Hierachter zie je daar al 1.3. Je kan die zeker niet pinnen. Ik denk het niet, man. Niet? Hier zo nitraatjes. Ja, dat is het. Kijk, dit voelt. Kapdek. Oh ja. Zegs hebben ze hier? Ja, kapdek hier. Wow. We hebben middel. Ah, jongens, zoals jullie kunnen zien. Single shots. Des haalt even dum-dum. Ja, en daaronder zie je allemaal eten tussen de koekjes. Hier kan je zien, dit is de markt. We hebben hier een hele tas voor vanavond. Dus dat gaan jullie straks allemaal zien in de vlog. Even wat leuk stoken,
We hebben echt lauwe dingen gehad, man. Ik ga jullie zo meteen op de hotelkamer zien. We hebben niet eens ingecheckt, besef ik me. Moet ook nog gebeuren. Kom goed. Ja, jongens, we rijden even naar een stooklocatie. Jullie hebben net niet heel veel beelden kunnen zien op de markt. Ze waren best wel... Nou ja, het is heel erg hobbelig, hè, hier. Maar net. Ze waren heel erg streng met filmen. We gaan het morgen in de video nog wel opnieuw proberen. Wat lach je nou? Zo! Kijk hoe het hier eruit ziet. Ja, zo! Zo, wat een locatie. Dit is wel mooi. Ja, dit is overal hier, gast. Dit is niks nieuws. Je kan hier gewoon die kant op stoken, alles. Oh, hey, yo. Koude hard. Ik zou die auto zo zetten, zodat we zo weg kunnen gaan. Lopen gewoon even een beetje bijna voren. Lekker lopen! We gaan hier even wat stoken. Even een leuke locatie zoeken, zoals jullie kunnen zien. Heel weinig te zien. Althans, niet echt mensen of zo, hoop ik. Dus dan gaan we zo meteen even wat stoken. We zijn nog niet bij het hotel geweest, omdat we wisten dat die markt al om 5 uur sluit. Dus het houdt in dat we eerst naar de markt gingen. Nu zie je dat het al iets donkerder wordt. We hebben wel een cake trouwens, maar die doen we later wel. Dus we gaan eerst even wat afsteken voordat we naar het hotel gaan. Hier heb je een pakje Dumbum 5G. Dat heb ik een paar jaar geleden voor de eerste keer met Jordi. Die waren echt heel goed. Hier zo, die kende ik nog niet. Hier hebben we Gorilla Bomb, ook de vertrouwde. Mooie dingetjes. Hier nog een pakje bom. We kennen deze allemaal als die budgetnitraten. Ja, je hebt ze ook in het zwart. Ja, je hebt ze ook in het zwart. Wij hebben ze in het rood. Wat we ook nog hebben, dat is veel, hè? Is volgens mij een oude FP3. Oh ja, FP3 Small hebben we ook nog. Ja, dat is echt ziek. Van Jorgen. Lijpe dingen, man. La Bomba. Oude vertrouwde. Wie kent deze niet, jongens? Van Panta. Ja, die blijven gruwelijk, hè? Ja, man. Dumbum, middel. 5 grams, toch? 5 grams, ja. Ja, die zijn heel leuk. Deze. En Kendels. Wat we ook hebben, is even een snelle cake, jongens. We hadden honger. En we hadden even een cakeje gehaald. Best Price Fireworks, 19 shots van Klaasek. Oh, 320 gram staat erop. Ja, man. Hier. Ja, kat 2. 30 mm. In elke taal staat het erop, behalve de Nederlandse. Maar die gaan we ook even doen, later. Want deze gaan we natuurlijk niet nu doen met licht. Want zoals jullie kunnen zien, we zijn net aangekomen. Maar we hebben al met al best wel een leuke eerste shop kunnen doen. Al zeg ik het zelf, we kunnen zo even dat bos inlopen en dan gaan we gewoon even stoken. Zo, wat waren die hard. Ja. Zo, die was hard. Hey, we zijn opgelicht, gek. Zo. Zijn opgelicht door die mensen, man. Nee. Hoppa. Muggenscheetjes. Ja, deze zijn wel inderdaad wat minder dan een paar jaar geleden. Hoppa. Ze zijn niet heel slecht, hoor. Zo, de grip's gek. 5G'tjes. Dikke shit, zeg maar. Ja, die zijn heerlijk. Let maar op, die zijn echt hard. Zo. Althans, 2 aan elkaar? Nee. Zo. Hij schoot gewoon weg, gek. Ik zei het, hoor. Die had een paar jaar geleden... Ja, die zijn wel wat anders dan die FP3's, ja, wel. Maar die echt wel ziek, hè? Heer! Hoor hem. Niet normaal, man. Dit horen ze in Nederland nog. Dubbele lading. Oh ja, 2 tegelijk. Zulke kleine dingen zo hard horen. Maar de locatie, hè? Ja, niet normaal, man. Ja, what the fuck. Heel ziek. Nog 1 keer. Zoals jullie zien achter mij zijn we dus op dit moment in de hotelkamer. We zijn weer terug van het stoken en ik had jullie nog niet... Zo, kijk dit. Al een vuurwerk hier zo nog. Zal ik er even eentje uithalen? Gaan we een andere dag even opstoken, man. Dit zijn van die baton dingen, toch? Ja, man. Gek licht hier, hè? Ja, echt daar, hè? Echt gewoon... Ziek uitloop. Ja, man. Wel goed voor video's. Nou, nu lijkt je nog bruiner. Zo,
Ja, dat lekt kruid hier. Jezus. Kijk dan. Ja, dat is Tsjechisch, man. Kijk uit, hè. Ja, doe boven zijn bed. Nee. Hier, aanzet je. Wij zijn in de hotelkamer aangekomen, maar niet zonder slag of stoten. Des was er ook bij net. We stonden dus beneden, was er een of andere rare route via Google Maps aangegeven. Dus moesten we gek omhoog en dat lukte niet met de auto. Er waren allemaal kiezelstenen onder, waardoor de banden verbrandden. Want echt gezegd, we konden niet omhoog komen. Dus vervolgens belden we naar het hotel. Of nee, we gingen lopend omhoog, hè. Gewoon ja. Die berg op. Ja, de helft. Ik zal het in de volgende vlog wel even laten zien. Toen was iedereen aan het regenen. Je hebt dus een skipiste ook, dus alles loopt zo omhoog. En we kwamen bij de hotelkamer aan, jongens. Of bij de hotelreceptie. En die kerel die zegt dus van, ja, je moet ook helemaal niet zo gaan. Nee, weten wij veel. Dan ging hij ons via een hele andere route met een quad ophalen door een illegaal weggetje. Ja, echt bizar. Ja. Maar voor nu laat ik jullie even ons appartement zien. Want ik dacht dat het een hotelkamer was, maar film maar even die kant op. Moet je kijken wat voor keuken we hebben. We hebben hier een bed. Ja, nou ja, een bank. We hebben hier nog vuurwerk. Ja, in een stallage. Nou, ja. Netjes klaargelegd. Om te stoken. Klopt. En dan hebben we hier M&M's. Staat hier ook jouw AirPods in. Volgende. Dit is de volgende slaapkamer. Dus al met al zitten we hier luxer dan dat we normaal gesproken gewend zijn. We moeten alleen nog even eten. En als het aan mij ligt, gaan we naar een Mac. Maar jullie zouden graag bij die steakhouse willen eten. Ja, zeker man. Nou, of andersom. Een Mackie beter. Ja, maar dat is ver rijden. Half uur rijden, jongens. De eerste de beste Mac is gewoon een half uur rijden. Dat is van Delft naar Utrecht. Ja, ga zitten. Dus. Wow. Ja joh. Big Mac's mais. Dus jongens, we gaan even richting de Mac. Dan zien jullie ons waarschijnlijk daar weer, want Desley gaat als het goed is een Happy Meal halen. Dus, je eten wordt gebracht man. Zo. Zijn we toch weer bij de Mac beland. Bacardi colaatje even nemen. Lekker man. Toch? Ja, mooi. Eindelijk eten man. Dat is serieus. Wat een drama. Lekker man. Voor Mies. Oh ja, die is voor mij. Heb je echt een Happy Meal? Ja. Mag die echt hebben? Nee, natuurlijk niet. Oh joh, nou dan moet je geen boven. Nee, wacht hier. Wat hebben ze eigenlijk? Ik wil deze hebben. Hij heeft een Happy Meal gegeten, kijk. Nee. Lekker man. Helemaal van karton. Kast. Voor een sleutelbos. Hier, neem maar. S.O. Jordi. Ja, S.O. Jordi. Smelten. Ja, je moet het niet. Je moet snel eten, man. Simpel. Dus het is tijd, jongens, om de Best Price Fireworks 19 te doen. Van Classic, oh. Van Classic, inderdaad. 19 shots. 323 gram. 30 mm. Duurt een halve minuut. Ja, zo. Een blok. Een heel motorblok. Een heel blokje. Ja, hij is lekker. Deze is mooi hoor. Mooi ding man. We hebben dus FIFA meegenomen, FIFA 22. Ik heb het neergezet. Ja, helaas, die HDMI-kabel is te kort daarvoor, maar die hebben we even heel erg creatief neergelegd. Kun je het veen niet naar voren buigen? Oh, dat kan misschien ook hè? Ja, maar dan ben ik bang dat hij naar beneden pleurt. Van de muur komt. Maar we hebben in ieder geval FIFA te spelen. We hebben niet niks te doen. Oh ja, en dan hebben we ook een koelkast. Jongens, even serieus. Hoe is dat mogelijk? We zijn er net wezen eten. Ook nog even wezen stoken. Dus hierbij gaan we de vlog dag nummer 1 afsluiten, jongens. Het bed moet nog even gefixt worden. Jullie hebben het net kunnen zien. De terugweg ging trouwens best wel goed. We hadden een route gekregen van die meneer van het hotel. Dus die heeft in ieder geval geholpen. En dan zijn we iets makkelijker bij de hotelkamer gekomen. Binnenkort vlog nummer 2 natuurlijk ook meerdere stookvideo's. En dat gaan jullie allemaal nog terugzien. Het is natuurlijk nu december. De tijd komt er echt weer aan, jongens. Dat we gewoon het vuurwerk weer mogen bestellen en ophalen. En ik zeg eerlijk, na vorig jaar met corona heb ik daar super veel zin in. Dus ja man, ik hoop dat jullie ook gewoon een goede bestelling hebben staan. En dat alles gewoon geleverd wordt.
We gaan zeker weer naar Duitsland. Maar dat gaan jullie allemaal nog zien. Jullie hebben ook waarschijnlijk de bestelvideo kunnen zien van wat we in Nederland besteld hebben. Dus we gaan ook nog naar Duitsland. Vergeet die like niet achter te laten, jongens. Vergeet niet te abonneren, dan steunen jullie ons nog meer. En morgen staan we hier fris en fruitig op. En gaan we weer met een nieuwe Tsjechië video online komen. Later!